De gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het houdt Groningen nu alweer een tijdje bezig. Maar waar stemmen we eigenlijk voor? Er is één man die ons dit goed kan uitleggen. En dat is onze eigen burgervader, Koen Schuiling. We spreken met hem af in het oude gemeentehuis aan de Grote Markt. In een wel zeer toepasselijke zaal. Waar zijn wij vandaag? Ja, dat is een leuke vraag. Want dit is de nieuwe raadszaal op de Grote Markt. En daar zijn we een jaar of twee nu mee bezig. En je ziet hoe het langzaam in wording is. En de meest gestelde vraag nu is, wanneer gaan jullie weer terug? Ongeveer deze zomer. Nou, volgens mij staat hij met een big smile, kijkt hij daar wel naar uit. Maar het is ook niet voor niks dat we nu in deze zaal hebben afgesproken. Kunt u uitleggen waarom? Dit is de nieuwe raadszaal. We hebben een herindeling gehad, dus er moesten meer zetels komen voor het aantal raadsleden. 45 raadsleden in Groningen. En dat betekent dat je ook al wat ruimte nodig hebt. Ja, gemeenteraad is een heel belangrijk orgaan in de gemeente. Eigenlijk vallen daar de meest belangrijke besluiten. Het budget van de gemeente Groningen alleen is meer dan 1 miljard euro. Dat betekent dus dat er ongelooflijk veel geld wordt, over heel veel geld wordt beslist elk jaar. Nou, denk alleen maar aan de hele grote woningbouwopgave die we hebben op het Suikerterrein, langs de stadshavens. We hebben heel veel mensen in armoede. Er zijn heel veel kinderen die naar school moeten of sportvelden nodig hebben. Kortom, er zijn heel veel dingen die direct raken en waarover heel veel geld wordt beslist. De beslissingen die de gemeenteraad maakt, raken de burgers dus direct. Extra belangrijk om te gaan stemmen. Je ziet hoe kwetsbaar een democratie is door de actualiteit. En tegelijkertijd, het zijn altijd vraagstukken, ook zonder die actualiteit, die onmiddellijk jouw leven beïnvloeden. Komt er een park voor je huis of een parkeerplaats, om maar eens iets te noemen. Belangrijke beslissingen en allemaal onderdeel van de lokale politiek. Ook de burgemeester speelt hier een grote rol in. Maar wat doet hij eigenlijk? Ik zit elke dinsdag het college van burgemeester en wethouders voor. Het aantal wethouders kan verschillen. En daarnaast ben ik ook voorzitter van de gemeenteraad. En dat betekent dus dat ik ook steeds de verbindende rol moet spelen, dus erop moet letten dat de processen goed lopen. Ik ga niet over de politieke afweging, daar gaat de gemeenteraad over. Ja, ik vind het natuurlijk de allermooiste baan die je maar kunt wensen. Maar wat ik ongelooflijk leuk vind, zodra ik even mijn neus buiten de deur steek, en gelukkig kan dat heel vaak, dan heb je gelijk gesprekken met de inwoners van onze stad of de bezoekers van onze stad. En daar leer je zelf ook weer heel van. Maar het is ook heel leuk om dingen op te vangen die mensen bezighouden. En dan dinsdag in het college te zeggen, ik heb dat gehoord, wat kunnen we eraan doen? Om af te sluiten dan nog een speciale oproep van de burgemeester. Beste Groningers, gemeentepolitiek raakt direct aan jezelf. Waar ga je parkeren? Naar welke school gaat je kind? Krijg je een mooi park voor je huis of iets anders? Wat doen we aan klimaatverandering in Groningen? Enzovoort, enzovoort. Het is dus heel belangrijk dat je gaat stemmen. Daarom deze oproep, ga stemmen.